Planet Zone TV. We staan voor Studio 21 in Hilversum bij de RTL najaarspresentatie. Hier wordt er verteld wat er allemaal op tv komt. Nieuwe en bestaande programma's. We gaan heel veel bekende Nederlanders interviewen. En wie dat zijn, blijf vooral kijken. Komend seizoen vertrouwde successen bij RTL 4, zoals uitstel van executie. Dankjewel. Een dubbeltje op zijn kant. We zullen toch wel even moeten kijken wat de waarde is van jouw poppen. Ik doe het niet. Heftige confrontaties in Verslaafd. Dag. Is het allemaal voor iets belachelijks? Van der Vorst ziet sterren. Als je eenmaal in Van der Vorst met sterren zit, nou volgens mij kan je daarna gewoon dood. Syndroom. En natuurlijk, Chantal blijft slapen. Nou, en hij gaat ook. Nou, Johnny, je gaat dit jaar weer Syndroom doen. Kan je daar misschien iets over vertellen? Het is het derde seizoen alweer. Ja, we hebben weer ontzettende leuke kandidaten. We hebben een aantal dingen aangepast en dat is dat ik ze dit keer wat vaker verras door helemaal vermomd te gaan. De ene keer als oud mannetje, dan als treinconducteur. Waardoor ze nog in het begin nog niet doorhebben dat ik het ben. En dat levert wel hele leuke momenten op. En verder gaan we weer dromen laten uitkomen. Er is een jongen die wilde heel graag meedoen aan Talente Zeen in de lucht. Dat is gelukt. Er is een jongen die wilde graag bij de commando's in het leger. Dat is gelukt. Een meisje die graag een keer verpleegster wil zijn. En het blijft een van de allerleukste dingen om te doen. Het is een cadeautje om te mogen maken. Het is natuurlijk heel erg dankbaar werk. Wat trek jij nou eigenlijk in die personen? Waarom ben je daarmee begonnen met Syndroom? Wat ik heel leuk vind aan deze bijzondere groep mensen is dat ze geen dubbele agenda hebben. Ze zeggen waar het op staat. En vaak kan je aan hun gezichtsuitdrukking al aflezen hoe ze zich voelen. En in mijn programma is dat dan heel vaak heel blij. Alhoewel ze ook wel pittig uit de hoek kunnen komen, net zoals ieder ander natuurlijk. En dat zeggen ze dan ook meteen. En daar hou ik wel heel erg van. Dat directe en dat pure. En dat gewoon zeggen waar het op staat. Je laat ze heel erg op hun gemak voelen. Wanneer is het op de tv? Syndroom wordt uitgezonden aanstaande donderdag, 8:30, RTL 4. Vraag alsjeblieft! Nieuw in de vooravond, wie is de Sjaak? Rick Brandsteder. Ah! Tess Milne. Goed, ik moet dus drie mensen vinden die binnen een kwartier drie ritsen openmaken met hun mond. Veronica van Hoogdalem en JJ Boske proberen voorbijgangers grappige en gênante opdrachten te laten uitvoeren. Ik moet dus iemand vinden die met drie verschillende dames en Ricky B. zelf, want hij mag niet ontbreken, op de foto gaat in BH voor €250. €250! Ik heb ons gevonden. Maar als de presentatoren niemand zo ver kunnen krijgen, dan zijn ze zelf de Sjaak. Hoe ver gaat het Nederlandse publiek voor €250? Elke werkdag om 7 uur. Dit seizoen heb je heel erg veel voor ons te bieden. Kan je daar misschien wat over vertellen? Ik hoop dat ik wat voor jullie te bieden heb. Ik mag samen met Rick Brandsteder, JJ Boske en Tess Milne het programma Wie is de Sjaak presenteren. Dat is te zien op RTL 5. En wij zijn daar eigenlijk de hele zomer mee bezig geweest en we zijn er nog steeds mee bezig. En dat is wel een programma waarvan ik hoop dat mensen erover gaan praten en er allemaal naar gaan kijken. Ik weet niet hoe oud je bent, maar 17. Dan heb je misschien Over de Rooien gemist. Maar vroeger was er al een programma en daarvan is dit dan het kindje. Het extreme gestoorde kindje. En dat presenteerde Wendy van Dijk. En wat zij deed is, zij gaven dan op straat aan wildvreemde mensen 1000 piek. En daar moesten ze dan wel iets voor doen. Nou, in ons programma geven wij €250 aan iemand die iets wil doen. Alleen hebben we dan nog wel een twist eraan gegeven. En is het zo dat als wij geen kandidaat vinden of het lukt de mensen niet om die opdracht echt uit te voeren, dan krijgen zij het geld niet. Maar dan moeten wij wel de opdracht zelf gaan uitvoeren. Dus het wordt best wel extreem, denk ik. Ik hoop het, stiekem. En wat is het gekste wat je hebt gezien in dit programma? Nou ja, van pindakaas, van blote voeten eten, tot aan... het is gewoon heel... Het is best wel extreem. Wat was jij? Wat heb je jou voor nodig? Sorry, mijn tas nodig. Oh, mijn tas.
ga gewoon verder. Ga serieus, dit is, nou, dit is dus een beetje wat ik probeer uit te leggen, eigenlijk hoe gestoord dit programma is. Ja, JJ komt erbij, ik moet heel snel naar boven. Hi. Je merkte hoe panisch ik al reageerde, ze wilden mijn tas lenen. Ik vertrouw mijn collega's niet meer door dit programma. Wat gebeurde er? Dat is niet ons probleem, dat is mijn probleem. Ja, dat is waar. Wil je dat echt weten? Nee. Komt dit, is dit, wordt dit? Ja? Ja. Oeh, iets met schaamhaar. Oh. Oh, je reageert wel alsof dat heel normaal is. Ja, we zijn benieuwd, we zijn benieuwd. Ja? Ga jij kijken? Tuurlijk ga ik kijken. Nu je dit hebt gehoord. Ja, ik ben nu heel benieuwd wat er gaat gebeuren. En wat... Het gaat een gezellige chaos worden met oe en a momenten. En dat je echt denkt van, holy shit, heb ik dit net echt gezien? En doen mensen dit echt? Maar ook wel eens dat wij zelf denken, hebben wij dit echt gedaan? Dat heb ik heel vaak gehad. Ja. Dus je hebt wel veel plaatsvervangende schaamte gehad? Oei. Ik heb voor 2015 meer dan genoeg plaatsvervangende schaamte gehad. Meer dan ik eigenlijk wil hebben, maar dat hoort erbij. Dus als je vrienden dit op tv zien, dan word je wel een beetje uitgelachen? Een beetje is een understatement. Onteerd. Ik denk dat ik onterfd, onteerd en iedereen lacht me uit. Maar dat hoort erbij. Het is een heel tof programma en het heet ook Wie is de Sjaak? Yes. Dus we gaan zeker kijken. Wanneer wordt het uitgezonden? Vanaf 7 september om 7 uur bij RTL 5. Oké. Elke dag. Ja. Elke dag. Elke dag. Nou, we gaan zeker elke dag kijken. Volgende week start voor de 10e keer Holland's Next Topmodel. In deze jubileumeditie reizen de meiden af naar Amerika. Los Angeles! Ja! Het gaat er helemaal af. Nee, dat ga ik niet. Ja. Knip het gewoon omhoog. What the fuck? Oh my god. Oh, janker al. Laat gaan. I'll never be stuck. You are always a model. Vanaf maandag 31 augustus om 8:30. Vorig jaar heeft de Amerikaanse modellenagent Paul Fisher verschillende meisjes op straat ontdekt en aan een modellencarrière geholpen, zoals Agnes uit Leeuwarden. Wie ontdekt hij dit jaar? Vanaf 31 augustus op Modellenmaandag in I Can Make You a Supermodel. Fred, heel veel spannende dingen dit seizoen. Ja, absoluut. Holland's Next Topmodel. Komt er ook weer aan. Ja, heel echt een te gek seizoen opgenomen. Het is het 10e seizoen en er gebeuren echt ontzettende mooie, bijzondere dingen. We hebben ook een waanzinnige casting, dus ik ben eigenlijk heel erg blij. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Kijk natuurlijk elk seizoen. Heel goed. Hè? Zoals elk tienermeisje, neem ik aan. Ja. Heb je nou nog echt bizarre dingen meegemaakt? Ja, ik heb hele bizarre dingen meegemaakt. En dat kan je wel zeggen, oh, dit seizoen is heel spraakmakend. Maar dit seizoen is serieus spraakmakend. Er gebeuren dingen waarvan je... het niet zou kunnen bedenken dat het zou kunnen gebeuren. En het gebeurt. En wat ik zeg, de meisjes, we hadden 750 meisjes bij de eerste casting. En er zaten zoveel goede meiden bij. En we hebben echt hele bijzondere, mooie, lieve, leuke meiden. En het zijn echt, ja, echt winnaars. Ik ben heel benieuwd. Er is natuurlijk elk jaar een land waar jullie heen gaan. Klopt. Wat is het dit jaar? Nou, we gaan dit jaar naar Los Angeles. En dat is echt te gek. Vorig jaar natuurlijk New York. En visueel is dat heel aantrekkelijk. Het is heel mooi om naar te kijken. Alles in L.A. is rijk. Het ziet er mooi uit. Het licht is mooi. Ja, en we zijn op de meest bijzondere plekken geweest. Waar je normaal, als je als toerist het land bezoekt, niet kan komen. Dat is heel te gek. Dus het overtreft New York? Het overtreft zeker New York, ja. Ja. Ik ben benieuwd. En wat staat er verder nog op jouw programma? Nou, ik ben natuurlijk gewoon stylist, dus dat gaat gewoon door. Ik ben heel druk, ik heb het gewoon druk met mijn meiden ook die bij me werken. En Holland's Next Topmodel is bijna al afgerond. En er komt nog een heel spannend nieuw project aan, dus... Oké, ik ben benieuwd. Ik zag hele leuke, ik vind het stom dingen in de Linda van jou. Ja, die stonden toevallig, ja, en die staan toevallig nu in de Linda, ja. Ja. Moest ik ook wel heel erg om lachen. Ja, dat zijn wel echt dingen die ik echt stom vind. Dus ga maar kijken en dan hoor je het. Vriendschap wordt tot het uiterste getest in... Van je vrienden moet je het hebben. Maar als het gaat om harde knaken, is vriendschap soms flinterdun. 10.000 euro. 3 dagen een blauw hoofd. Ja! Ben je er klaar voor? Ben ik klaar voor. Dat is echt niet normaal, hoor. Nou, ik kan het hebben, hoor. Je kan het zeker hebben. Dan loopt de tijd. Kom op, Kelly. Nu, doe maar. Kom! Oh. Nummer 1, kom maar uit de kast. Oh my god.
vanaf woensdag 2 september 20:30. Hier achter mij staan 50 shopaholics klaar voor de Stiletto Race. Een van de rondes in het nieuwe programma Krijg de Kleren. Vanaf woensdag 2 september te zien met Gordon als presentator. Vandaag staat op het spel dat Nancy 10.000 euro gaat winnen. Stiletto Race, we hebben het dozen graaien. Dat klinkt ook heel chic ook allemaal, waarin dames setjes samen moeten stellen. Ja, dat wordt gewoon één grote catfight. Ik geloof meer in mezelf dan dat ik doe in al deze andere bitches. Ik ga gewoon winnen. En wat kunnen ze winnen? 10.000 euro aan shopping te goed. Ik hoop heel graag dat ik dat win, want ik ben 20 kilo afgevallen. En ik zou heel graag een nieuwe garderobe willen. Eindelijk samen in een programma. Oh. De tv komt in een ietsje harder uit. Ja. Wat gaan jullie doen? Wij zijn scheidsrechter, jury. Ja, ze gaat voorbij. Niet doen. Ze haalt erin gewoon. Ja, ze is snel. Vet shit, man. Wij zijn heel streng, doch rechtvaardig natuurlijk. Ja. We gaan kijken of 7 centimeter klopt, minimaal. Ja, niet zo dat vraag je af van wat. Van de hak, hè? Doe je benen zo omhoog. Nee, Peter, wil je mee meedoen? Ja! Je wil niet weten hoe fanatiek ze zijn. Ja. Vrouwen onder elkaar, hè? Soraya! Mari, wat gaan wij van jou zien dit seizoen? Ik heb net een nieuw programma opgenomen met Gordon en Mike de Boer van Krijg de Kleren. Het wordt echt een hilarische show. Waarin vrouwen natuurlijk alles willen doen voor die 10.000 euro kledinggeld natuurlijk. Wordt erg leuk. Voor het eerst dat je samenwerkt met Gordon, toch, in het programma? Nou, een volledig programma wel, ja. We hebben 6 afleveringen gemaakt en het was echt lachen. Ja, was leuk, hè? Ja, was echt erg leuk. Wat is het gekste dat je hebt gezien in het programma? Het gekste? Nou, ik sta er versteld van dat dames echt werkelijk alles doen en alles naar boven komt om die 10.000 euro te scoren voor kleding. Ja, het is bizar wat mensen doen voor geld, hè? Wat die dames doen voor geld is echt niet te geloven. Dus je hebt flink gelachen? Ja, ik heb zeker gelachen. Er zijn ook best wel heftige dingen gebeurd, maar ja, dat gaan jullie terugzien in het programma. We gaan zeker kijken. Wanneer wordt het uitgezonden? 2 september, tussen 10:30 en 11:30 op RTL 5. Soms zijn partners zo extreem jaloers dat ze hun vriend of vriendin continu beschuldigen van vreemdgaan. Het zijn WhatsApp-berichten op zijn telefoon van WhatsApp. Die kijk ik sowieso standaard dagelijks. Geen rare berichtjes gehad, toch? Nee. Ook geen commentaar? Alleen op die van die rally. Maar dat was alleen mijn mannen, toch? Ik vertrouw hem niet. Ook al zijn de beschuldigingen niet terecht, het kan volkomen uit de hand lopen. Ik bedoel, het lijkt wel of ik gewoon in gevangenis leef. Ik bedoel, in gevangenis heb ik volgens mij zelfs beter leven dan nu. Samen met een team specialisten gaat Vrouwtje de Bot de koppels helpen om weer een gezonde relatie te krijgen. Ik ben jaloers en daar krijgen we zo vaak ruzie over dat het gewoon eigenlijk niet meer haalbaar is. Goedenavond beste kijkers en welkom bij Beste Kijkers. Er zijn zoveel tv-programma's dat het onmogelijk is om alles te kunnen zien. Ruben Nicolai biedt vanaf nu een oplossing. Samen met teamcaptains Bo van Ervedorens en Jeroen van Koningsbrugge. We gaan op bezoek in de huiskamers van bekende koppels, duo's of gezinnen die samen tv kijken. Aan jullie de taak om te raden naar welk programma ze kijken. Hoe lang wordt het al uitgezonden? Na 136 jaar. Nee, maar echt. De buurman, wat vind jij het leukste? Dat zijn ze knap. Jullie denken Flodder. Wij dachten Flodder de serie. Ja, want het ging. Ja. Ik kijk het als ik ooit op sportschool ben, dan staat het altijd. Oh ja? Ik heb wel wat aan zijn advies gehad, dat ik gewoon monogaam moest blijven. We hadden meneer Phil. En wij hadden Dr. Phil, oh, nee, de serie. Vanaf volgende week woensdag om 9:30, beste kijkers. We brengen gemiddeld 8 uur per week door in de auto. Onderweg naar belangrijke gebeurtenissen. Wat zou ik nou weten? Denk ik niet. Laatste ritje, jongen. En minder belangrijke gebeurtenissen. De Costa del Sol, ding-a-ding-a-ding. In Nederland in de auto zien we de echte verhalen van gewone mensen. Ik vind het wel gek, zo gisteren ook, weet je, dat ik hem dan voor het laatste eten geef. Ik zeg dan, dan neem ik het van je over. Ja. Je moet eens luisteren, want je weet niet eens wat ik zeg. Je denkt wel dat zo'n auto vanzelf rijdt. Ja, klootzak. Stel maar in, zeg. Nou, 12,5 jaar. Soms een knor uit deze mensen. Dat is een spin.
vanaf woensdag 14 oktober, 9:30, bij RTL 4. Ja, ik moet stappen van die mevrouw. Ja, maar dat ging ze in, hè. In Nooit meer naar huis neemt Gordon mensen mee op een droomvakantie. Pompeii, voel mezelf ook een beetje ruïne. Het gaat om mensen die het om een bijzondere reden verdienen. Vaak vanwege een tragische gebeurtenis in hun leven. Wanneer moest je dat vertellen aan die kinderen, dat jouw dochter was overleden? Diezelfde nacht, dan zie je dat verdriet al in die ogen van ze. Papa en mama zijn er niet meer. Geweldig. Alleen jammer dat de kinderen er niet bij zijn. Behalve een welverdiende vakantie krijgen de gasten ook nog een andere verrassing. Nee, oké, nou. Vanaf donderdag 10 september om 9:30, Nooit meer naar huis. Als je kind langdurig ziek is, staat je leven helemaal op zijn kop. Maar het allerergste is dat je je kind niet kunt helpen. Het is heel moeilijk om tegen Amma te zeggen, ja, ik weet niet of jij nog beter wordt. Ik wil heel graag leren eten. Ik kan nog nooit iets eten. Als de artsen na jaren van onderzoeken en ziekenhuisopnames nog steeds geen diagnose kunnen stellen, blijft een leven vol onzekerheid over. Wat is het moeilijkste om zonder diagnose te leven? Echt dat zonder diagnose zijn. Daar kan ik soms zo boos over worden. Kinderarts Hugo Heijmans zet samen met Wendy van Dijk alles op alles om alsnog een antwoord te vinden voor de wanhopige ouders. Als ze daar al kunnen helpen, ja. Super. Dat zal een enorme verlichting zijn. Ja. Ja. Hoe dit afloopt, zie je in Diagnose Gezocht. En heb je nog bizarre dingen meegemaakt met Krijg de Kleren? Nou ja, dat vrouwen echt alles doen om dat geld te winnen. En zelfs haren uittrekken, benen breken, enkels verstuiken. Het is werkelijk niet gelijk. Je hebt een stukje gezien, het is echt verschrikkelijk. En Nooit meer naar huis is dan weer het tegenovergestelde daarvan eigenlijk. Dat is een heel mooi nieuw programma waarin ik op een hele andere wijze zeg maar mezelf laat zien. Ja. De andere kant, dus deze kant. Die kant is ook mooi. Ja. Ja, die zien niet veel mensen. Oh, net lig ik ook. Maar dat is een heel mooi programma en dat gaat over dat ik mensen meeneem op een droomvakantie. Die heel, ja, toch wel heel heftige verhalen hebben meegemaakt in hun leven. En dat is een heel mooie televisie geworden. En dat heb je zelf bedacht, dat programma? Ja, zelf bedacht. En dat heeft dan ook een bijzondere waarde voor jou, omdat je het zelf bedacht hebt? Oh ja, het is natuurlijk altijd leuk als het iets uit je eigen koker is. Dus dat is eigenlijk meer bijzonder, maar het is ook wel grappig natuurlijk. Nou, er zit een lach en een traan in. En het feit dat ik het zelf heb bedacht is een soort van kroon op je werk na zoveel jaren. Dat je gewoon een mooi tv-programma mag maken wat je zelf bedenkt. Nou, daar kan je ook weer echt trots op zijn. Wanneer komt het op tv? Vanaf 10 september, elke donderdagavond 6 weken lang om 8:30 op RTL 4. Leuk, dankjewel voor je tijd. Dankjewel, schatje. Dit najaar heeft Eigen Huis en Tuin zijn eigen klushuis gekocht. Hier is het. De nieuwe presentatrices Vrouwtje de Bot en Evelien Struik worden bijgestaan door de vertrouwde gezichten van Lodewijk en Thomas. Nieuw zijn klusvrouw Miranda Leijstra en tuinman Tom Groot, bekend van Boer Zoekt Vrouw. Elke zaterdag om 6:05 bij RTL 4. Vanaf zaterdag 5 september start bij RTL 4 een nieuwe sensationele dansshow. In Dance, Dance, Dance zullen 5 bekende koppels wereldberoemde videoclips nadansen. Dat lukt alleen met een training van 3 maanden, waarin de BN'ers doorgaan tot het uiterste en last hebben van helse spierpijnen. Oh. Alles doet pijn. Maar echt pijn. Alles. Sylvana Simons danst de sterren van de hemel met haar neef Regilio. 1, 2, 3, 5. Als ik mijn mond hou, weet jij niet wat je moet doen. En als ik iets verkeerd doe, doe jij het ook verkeerd. En dat kan niet. Goede tijdenster Pip met haar grote liefde Pim. En hij weet op zich wel hoe het moet, maar Pim kan ook niet lopen en sms'en tegelijk. Dat hoor ik, hè? Moordvrouwacteurs Focoline en Ahmed. Als ik in de auto richting Den Haag zit, zet ik even knuffel Rock 14 op en ga ik huilen. Ex-kampioen ballroom dansen Yevgenia met partner Jeroen. Ja. En talkshow-host Umberto Tan met dochter Julia. Oeh! Ja. Let's dance.
Dankzij de allernieuwste videotechnieken zien de optredens er net zo uit als in de oorspronkelijke videoclips. Unbelievable. Wie danst iedereen van de vloer? Met juryleden Dan Carradi, Igoné de Jong en Timor Steffens. Dit was mijn allereerste musicvideo die ik heb gedanst met Chris Brown. Ik ken deze choreografie als geen ander. Je bent een performer, daarom kom je ermee weg. Maar je komt er niet meer weg waar je die kleine momenten hebt waar je fout ging. Oeh, streng, hè? Ja, je weet het, hè? Je weet het. Dance, Dance, Dance met Chantal en Jandino. Vanaf volgende week zaterdag om 8 uur bij RTL 4. Pip, waarin kunnen jij jou zien dit seizoen? Goede Tijden, Slechte Tijden natuurlijk. Daar ben ik gewoon nog elke dag te zien. Ik kom in december, 2 december in de bioscoop met Fashion Chicks. En vanaf 5 september begint Dance Dance Dance, het nieuwe dansprogramma van RTL 4. Dus dat is wel heel spannend. Blijkt heel zwaar geweest te zijn, hè? Dance Dance Dance. Ja, klopt. Ja, het was heel pittig. We hebben echt heel lang getraind. En op een gegeven moment zaten we op 25, 30 uur per week aan danstraining. Maar het was heel erg leuk. En ik heb het samen met Pim, mijn vriendje, kunnen doen. Dus dat was heel fijn. En ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan gaat vinden eigenlijk. Dus je hebt flink wat spierpijn gehad? Oh ja. Maar weet je wat gek is? Op een gegeven moment dan train je zoveel dat je het niet meer voelt. Dan voel je geen spierpijn meer. Dus, Nou ja, wel goed voor de fitness natuurlijk. Was het leuk samen met je vriend ook? Ja, het was heel leuk. Ik ben dol op hem en ik vind het onwijs leuk om met hem te werken. Dus, Kan hij een beetje dansen? Hij kan heel goed dansen. Wanneer is dat ook weer te zien op tv? Vanaf 5 september om 8 uur op RTL 4, elke weekend. En de 3 september geloof ik, dat is 2 dagen daarvoor, die donderdag, dan is er een hele extra uitzending, maar het zijn allemaal een soort van heel groot voorstuk. Dus dan zie je alle reality en wat we allemaal hebben gedaan, maar nog niet de show zelf. Kan je iets verklappen van wat voor liedjes je op hebt gedanst? Dat weet ik niet, maar dus, zeg maar, we zijn alle 5e team zitten in de eerste 3 shows. Dus we hebben echt van alles gedaan, maar Michael Jackson komt erin voor, Beyoncé, Madonna, Christina Aguilera, echt alleen maar grote namen. Later dit seizoen de slechtste chauffeur van Nederland. Met automobilisten waarvan het een raadsel is dat ze ooit hun rijbewijs hebben gehaald. Oh, dat had dus een kind kunnen zijn. Ik wil eruit. John Williams gaat deze brokkenpiloten uitgebreid aan de tand voelen en staat doodsangst uit. Ah, wat een mogol is dit! Ah. Vanaf maandag 2 november om 8:30 op 5. Volgens mij heb ik nu wel de auto achter een klein kusje gegeven. Nicolette Kluiver en seksuologe Goedele Liekens gaan ook dit seizoen met 6 koppels terug naar school om te werken aan hun seksleven. Maar het grappigste is toch dat we zien dat er wel wat triootjes en groepseksen op het verlanglijstje staat. Je moet eigenlijk gewoon eromheen zo, je mond. Ik pijp jou nooit meer. Echt niet hoor, ik doe het nooit meer. Hup, gewoon meedoen met al die opdrachten. Je seksleven zal er wel bij varen. Nieuw bij RTL 5 is de reality soap Andy en Melissa, een huwelijk in de stijgers. Ian, ja. Kijk, als dit niet meer nodig is, weet ik niet. Ja. Binnenkort hangt het zo en dan zie je mij 's ochtends niet meer. Misschien wel beter. Ze gaan verhuizen omdat Melissa een 100 jaar oud huis heeft gekocht. Slechts op 1 voorwaarde gaat Andy akkoord met de verhuizing. Ik wil een kelder onder de grond maken, weet je, waar ik eigenlijk kan terugtrekken. Dat ik gewoon naakt kan rondlopen daar. Als jij weer zo'n bui hebt... Kan je terugtrekken en lekker aftrekken, komt helemaal goed. Nou, dat doe ik niet meer. Zullen we mama eens boos maken? Dat dacht ik echt weer zo'n typisch Andy ding, hè? Maar ik kan niet tegen. Dan liggen we wel weer dubbel met z'n tweeën. Vanaf dinsdag 1 september om 8:30 bij RTL 5. Waarin kunnen we jou zien dit seizoen? Dit seizoen kun je me zien in, als je dit seizoen tot volgend jaar juni, mei bekijkt, in Dubbelt op z'n kant. Slechtste chauffeur van Nederland. En Help me man is klussen. En Help me man is klussen is, het is weer het 10e seizoen. En dat is echt, dit is het 10e seizoen. En daar ben ik continu over aan het praten. Daar zijn we zo trots op. Dat is gewoon een van de langslopende programma's van RTL op dit moment. Ja, klusprogramma. En 2 al voor ons bekende programma's. En dan nog De slechtste chauffeur van Nederland. Die is relatief nieuw. Ben je echt bang geweest? Ja, auto's. Ik zie het als wapens, raketten en mensen die slecht kunnen rijden. Nou ja, dat is gewoon een mix van levensgevaarlijke situaties. Dus je bent echt bang geweest? Ja, absoluut. Ja, echt. Maar het was ook echt gevaarlijk.
En Tom Coronel, die heeft dit seizoen is bijna over de kop gevlogen ook met een van de dames. En joh, die zei hij ook letterlijk, ik ben nog nooit zo bang in mijn hele leven geweest. Dus, en ik ook, want ik heb kotsend over de sloot gehangen. Dat ik wilde dit seizoen wat meer beleven, meemaken. Dus ik ben ook ingestapt. En je zag dat ook weer, geloof ik, hier een stukje van. En ik heb er ik had eigenlijk bijna spijt van dat ik dat gedaan heb, maar goed. Dit was hem alweer, de najaarspresentatie van RTL vanuit Hilversum. We hebben heel erg veel bekende Nederlanders geïnterviewd die binnenkort op RTL te zien zullen zijn. We hopen dat jullie het leuk vonden, ik in ieder geval wel. Tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.